Van 20 tot 28 april ben je bij de Cinescoop aan het juiste adres om klassefilms uit de hele wereld te zien. Want dan gaat het MOVE Film Festival door. 11 films geven een andere blik op situaties uit het buitenland die we wel vaker zien op televisie. Yitek is de eerste film op het programma. Het gaat over een man, een dokter in een Israëlisch ziekenhuis, die ontdekt dat zijn vrouw eigenlijk, want hij is van Palestijnse origine, en dat zijn vrouw eigenlijk een zelfmoordcommando geleid heeft, waardoor dat er een bom ontploft is en mensen gestorven zijn. De man gaat op zoek naar de achtergrond van waarom heeft mijn vrouw daarvoor gekozen, waarom heeft mijn vrouw dat gedaan. Een heel intense, aangrijpende film. Maar van waar komt die naam, MOVE? In de eerste plaats verwijst het woord naar movies, want daar hebben we het over, wij zijn met film bezig. En ten tweede zit er het woordje MOVE in de zin van dat er eigenlijk tijdens het festival van over heel de wereld verhalen, mensen naar ons komen, naar Vlaanderen komen, films die naar ons komen. Er is heel veel beweging van over heel de wereld. En de derde O, die heeft eigenlijk ook zijn betekenis. En misschien is dat wel de belangrijkste betekenis. Dat die verhalen, dat die films, dat die onszelf ook in beweging zetten. Dat die ons misschien in ons denken toch wel een beetje doen veranderen, anders kijken naar de wereld. Dit filmfestival kadert in het Noord-Zuid-beleid van de stad. Zo is het de bedoeling om internationale solidariteit in de kijker te zetten. Kom dus zeker eens naar de Cinescoop tussen 20 en 28 april om een van de buitenlandse films mee te pikken. Meer info over de films vind je op www.move.be.